grootste verzameling Stille Nacht. Kerstperiode bioscoop. Het is vandaag 14 december. Dit is het Belemaasjournaal. Het bekerduel Svenray Sparta 18 wordt morgenavond in Zevenum gespeeld. Derde klasse Sparta 18 beschikt over een kunstgrasveld. Het aanvangtijdstip is tevens met een uur vervroegd. De aftrap is om 6 uur 's avonds. Het is een duel uit de vierde bekerronde. Hoofdklasse Svenray wil de bekerwedstrijd graag door laten gaan, zodat de verdedigers Sanders Lenders en Angelo van Mil hun schorsing kunnen uitzitten. Stille Nacht, Heilige Nacht, misschien wel het meest bekende kerstnummer. In Museum De Locht is tot 6 januari een bijzondere expositie over dit kerstliedje te bezoeken. De expositie bestaat uit een verzameling van Reinier Thiessen uit Meerlo. Hij is het hele jaar door bezig met het verzamelen van uitvoeringen van Stille Nacht. De interesse voor het kerstnummer is bij Thiessen al op jonge leeftijd ontstaan. Toen ik klein was, werd het gezongen in de kerk. En ook thuis werd het altijd wel gezongen. En toen vond ik het al een heel mooi lied. Dat is mijn eerste gedachte daarover. En mijn tweede is dat ik in de jaren 70, toen ik 7 LP's had, dat mij opviel dat elk van die artiesten het op hun eigen manier zong. En dat het wel één liedje was, maar dat het op allerlei mogelijke manieren werd dat gezongen door die mensen. En toen is mijn verzameling begonnen. Toen dacht ik van ik wil er meer van weten. En zo is Thiessen al jaren bezig met het verzamelen van allerlei uitvoeringen van het kerstnummer. Op dit moment bestaat zijn verzameling uit 5.432 uitvoeringen. Hiermee is de verzameling van Thiessen de grootste ter wereld. De collectie bestaat uit LP's, cassettebandjes, cd's en zelfs mp3-bestanden. Elk nummer is een variatie op het origineel dat Stille Nacht voor de verzamelaar zo speciaal maakt. Voor mij is het bijzonder dat een lied wat door een kapotte orgel de oorzaak is dat het lied gemaakt is, snel, plotseling, dat een heel eenvoudig lied is met een heel eenvoudige melodie, dat de hele wereld heeft veroverd. En dat in alle delen van de wereld, in alle landen, dat Stille Nacht bekend is en gezongen wordt. Voor Reinier Thiessen breekt nu een drukke periode aan, vol met lezingen over Stille Nacht. Volgende week vertelt hij in het Odapark over zijn passie. Na de kerstperiode zal de aandacht rondom zijn collectie weer minder worden, maar gaat het verzamelen gewoon weer door. Zijn collectie is dan ook nog lang niet voltooid. Mijn collectie zal nooit klaar zijn. Nee, want mijn verzameling bestaat vooral uit muziek uit de omringende landen, uit Europa, uit de Verenigde Staten. Maar in Zuid-Amerika, daar moeten er ook nog 100.000 zijn, bij wijze van spreken. En in Australië en ook in Azië, er zijn nog zoveel uitvoeringen die ik helemaal nog niet kan bereiken, maar die zijn er wel. Dus ik ben nooit klaar. De kaartverkoop voor het Belemaas TV Sportgala Svenray is vandaag gestart. De kaarten zijn op 5 locaties te koop en kosten €7,50. Tussen kerst en nieuwjaar kan er via de website www.belemaasvenray.nl worden gestemd op de kandidaten voor de prijzen in de diverse categorieën. Het Belemaas Televisie Sportgala Svenray vindt plaats op zaterdagavond 12 januari in Hotel Asteria. Kaarten zijn te koop bij de ANWB Svenray, Puurmode, Sport 2000, Van de Munnekhof en bij Qualitaria Forest in IJsselstein. De kerstvakantie is de belangrijkste periode voor de bioscoop. Veel mensen bekijken in de vakantie wel één keer een film op het witte doek. En net als elk jaar komen er rond deze periode ook veel kaskrakers uit. Ook Bioscoop Luxor Svenray toont een aantal grote films in de kerstvakantie. We hebben een aantal bijzonder grote films dit jaar en dat werd ook wel weer een keer tijd ook. Ik denk dat de grootste film met kerst The Hobbit gaat worden, die voor een breed doelgroep bereikbaar is. En voor de rest hebben we erg leuke kinderfilms staan. Naast The Hobbit zijn Het Bombardement met John Smith, Jack Reacher en nog tientallen andere films in de kerstvakantie te bekijken in de Luxor. In de tweede week is er ook een primeur voor de bioscoop.
Dan zullen de eerste voorstellingen al om 11:30 draaien. Dat wil zeggen dat we 5 keer op een dag film gaan draaien. Dit in verband met het enorme aanbod van films wat we hebben. Want het is, we hebben maar 4 zalen, maar 15 films in huis. Maar ook om de alle kleintjes 's ochtends naar de bioscoop te laten brengen. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Voor de bioscoop was 2012 een minder jaar. Voornamelijk doordat er weinig blockbusters uitkwamen. K12 verwacht wel dat de films in de laatste 2 weken van 2012 nog goed bezocht zullen worden. Tot zover dit Pele Maasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond is vanaf 7 uur onder 4 ogen met als gast Deken Smeets te zien. Zondagavond kunt u naar het weekoverzicht kijken. Zo dadelijk krijgt u nog het weerbericht. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Morgen waait het flink en komt het kwik tussen de 7 en de 10 graden. 'S middags is het wat bewolkt en worden buien afgewisseld met opklaringen. Zondag is het wisselvallig en bestaat de kans op langdurige buien. Ook komt af en toe het zonnetje door. Ik wens u een prettig weekend.